dit moment. Vandaag, 50 jaar geleden, gebeurde dit namelijk. We zien hier koningin Juliana. Zij opent de Eemshaven. En dat jubileum wordt vandaag en ook komend weekend uitgebreid gevierd. 3, 2, 1, no. Ik heb me heel erg verdiept in waterstof en ik geloof echt dat we moeten veranderen en dat die energietransitie sneller moet, meer samen moet en ja, dat we gewoon moeten veranderen. En ik geloof in dat waterstof dat doet. En ik ben dan heel blij dat ik daar ook maar een heel klein beetje in kan meehelpen. Aldus Renomi Kromo Ijojo, die ook iets heel goeds kon in het water. Dat was dus vandaag. We gaan even 50 jaar terug in de tijd. In een notendop. Je kunt je namelijk nu nauwelijks meer voorstellen dat 50 jaar geleden, wat nu de Eemshaven is, dat dat een grote lege vlakte was. Hoe ambitieus de plannen ook waren. Eind jaren 60 valt het besluit dat hier de Eemshaven aangelegd moet worden. Kwelders veranderen in wat een levendige haven moet worden, die vooral bedoeld is voor de petrochemische industrie. De nieuwe Eemshaven ten noordwesten van Delfzijl, geschikt voor schepen tot 40.000 ton, kan voor de ontwikkeling van de provincie Groningen van bijzondere betekenis worden. Nog zijn er geen kaden en geen kranen. En nog moet het eerste schip er binnenlopen. Maar de voorbereidingen voor de toekomstige exploitatie zijn in volle gang. Op 7 juni 1973, exact 50 jaar geleden, betekent de aankomst van koningin Juliana de officiële opening van de Eemshaven. Ze loopt hier voorop en zwaait naar het publiek. Vlak na de opening ontstaat er een oliecrisis en volgt er economische recessie. De ontwikkeling van de Eemshaven komt tot de eeuwwisseling nauwelijks van de grond. Het 25-jarig jubileum is dan ook niet echt reden tot feest. Deze maand bestaat de Eemshaven 25 jaar. Het jubileum wordt in stilte gevierd, want veel redenen tot feestvreugde zijn er niet. De Eemshaven moest het trekpaard worden van de noordelijke economie. Maar de verwachtingen bleken te hoog gespannen. De Eemshaven. Somber, rustig en geen zonnestraaltje te bekennen. 25 jaar Eemshaven zou je met die woorden kunnen omschrijven. Want 25 jaar Eemshaven is bepaald geen succesverhaal. Maar vanaf de eeuwwisseling begint het te bruisen in de Eemshaven. Theo Pauw vestigt er een groot recyclingbedrijf. Holland Malt opent er een moutfabriek. En Vopak strijkt er neer met olieopslagtanks. Google bouwt er een groot datacenter. De Eemshaven blijkt uitermate geschikt te zijn als uitvalsbasis voor de bouw van grote windparken op zee. Er zijn energiecentrales en er komen stroomkabels uit Noorwegen en Denemarken aan land. De Eemshaven levert vandaag de dag 1/3 van alle elektriciteit die Nederland nodig heeft. En sinds kort zijn er 2 terminals waarmee vloeibaar gas aan land gebracht kan worden. Waarmee we niet meer afhankelijk zijn van gas uit Rusland. In een notendop, ik zei het al. De Eemshaven, 50 jaar aan tafel, Harm Post. Fijn dat je er bent, Harm. Ik had het nog niet gezegd. Je was directeur van Groningen Seaports tussen 2001 en 2017. Klopt. 2001 is 3 jaar na het 25-jarig bestaan. Wat we net zagen, het was huilen met de pet op, de Eemshaven. Waarom dacht jij, ik stap er wel in? Nou ja, mijn vrienden dachten dat ik in de midlife crisis beland was. Die zeiden van, nou, wel zoveel mensen hebben dat geprobeerd. Het zal wel niks worden. Nee. En ja, ik zag er toch op een of andere manier wel perspectief in. Dat kwam een beetje doordat ik zakelijk gesproken altijd mijn netwerken goed voor elkaar had. Dus in het bestuur actief was voor VNO-NCW en dat soort organisaties. Dus ook wist hoe werkgevers, hoe fabrieksdirecteuren over de situatie dachten. En wat ze eigenlijk misten om daar te komen. En dat kon jij brengen? En ik dacht van, nou, misschien kan ik met een goed team om me heen. Want de vragen concentreren zich nou op mij, maar het gaat erom de teamspirit die we daar ingebracht hebben. Ja. Misschien kan ik er wat aan doen. En ik vond altijd dat we een wat, een wat grotere bek moesten hebben. Ik vond wel dat de Groningse bescheidenheid zat ons in het kader van de ontwikkeling van die haven. Stond ons in de weg. Zat ons in de weg. En zelfs als je bescheidenheid als betrouwbaarheid definieert, moet je dat ook uitdragen, die betrouwbaarheid. Ja. En dan moet je dat inderdaad, dan moet je ermee gevent, dan moet je het laten zien. Dat was 2001 dat jij instapte.
Wanneer ben jij in Oudeschip komen wonen? Ook in 1999. Dus voordat het, ongeveer in die periode. Voordat het allemaal heel succesvol werd. Ja, precies. Want jij woont in Oudeschip. Jij hebt daar een kwekerij. Even voor de mensen die denken Oudeschip, Eemshaven. Hoe verhoudt zich dat ook alweer? Tanja, kun jij dat even laten zien? Ja, zeker. De ruim 120 inwoners van Oudeschip zijn er al jaren zoet mee en krijgen telkens weer iets nieuws op hun bordje. Het gezoem van windturbines die dichtbij staan, de rook van de kolencentrale en de lampen van de fabrieken in de Eemshaven. Jaren geleden vroegen ze daarom de provincie om een uitkoopregeling voor als het op een later moment niet meer fijn wonen zou zijn in Oudeschip door de oprukkende industrie. Maar dat verzoek werd niet gehonoreerd. En nu dan de uitbreidingsplannen van de Eemshaven in de aangrenzende Oostpolder. Dat is het punt waar wij in het dorp ons meeste zorgen over maken. Over de ontwikkeling in de Oostpolder. Ja. Want niet alleen staan daar nu windmolens op 500 meter van onze bewoning, wat natuurlijk belachelijk is. Maar ook straks willen ze ook nog 800 of 600 hectare grond willen ze straks bebouwen. Dat komt natuurlijk wel ontzettend dicht bij ons, als dorp. Ja. En dat lijkt me onwenselijk. En wat er nou wel bij komt, dat is natuurlijk wel. De bedoeling is dat er dan van die 800, 200 hectare groenstrook zou worden. Maar goed, dat is, ik denk. Heb je wel eens met Harm Post erover gesproken? Nee, maar Harm Post zit er niet meer daar. Nee, dat klopt, nu niet meer, maar jij woont daar wel sinds 2000. Ja, nee, precies. Maar daar hebben we nooit over gehad. Want wij hebben altijd gedacht dat de Oostpolder gewoon als buffer voor de Eemshaven zou dienen. Ja. En wij hebben ook eigenlijk nooit problemen gehad met de ontwikkeling van de Eemshaven. Maar wel nu dat ze daar beginnen met die Oostpolder. Dat staat zo ontzettend dicht bij het dorp. Ja. En dat is, nou, we mogen dan wel meedenken. He, want we mogen meedenken over een groenstrook of de indeling. Maar ik denk van nou, als de provincie en ook de gemeente daar nog serieus werk van zouden maken, dat ze nou zeggen van nou, laten we eerst eens beginnen met daar een mooie groenstrook te maken. En dan kijken daarna wel of je daar ook nog industrie zou kunnen maken. Komen we straks nog even op terug. Ik wil even weer de schakeling maken even naar jou, Harm. Naar die beginmomenten dat jij er kwam. Want toen is het ook begonnen dat ook de grote industrie die kant op kwam. Wat was het eerste grote bedrijf wat zich vestigde sinds jij daar directeur was? Nou, er waren eigenlijk twee. Van één heb ik zelfs de stropdas aangedaan. Dit is namelijk de officiële stropdas van Holland Malt, oftewel de moutfabriek. Ja. En die moutfabriek, dat was heel interessant, want het was eigenlijk een soort boerenparticipatiefabriek. Want in de beginperiode zijn er via Agrifirm zijn er wel 500 boeren eigenaar deels geweest van die moutfabriek. En in ruil daarvoor mochten ze hadden geïnvesteerd in die fabriek, mochten ze dus brouwgerst leveren. En Theo Pauw was de tweede. En dat waren dus allebei, dat was in die tijd wel heel erg belangrijk, bedrijven van buiten de regio. We waren dus opeens in staat, als Eemshaven zijnde, als Groningen zijnde, om interessant te zijn voor bedrijven van buiten de regio. En was dat lastig om ze te overtuigen om deze kant op te komen? Ja, daar kan ik een avond over vertellen. Dat was lastig. Maar het waren allebei, en blijkbaar hadden we daar een goede klik mee, het waren allebei familiebedrijven. En jij wist het ook. Bij familiebedrijven is de afweging niet louter zakelijk. Nee. Bij familiebedrijven komt het er ook op aan wat voor gevoel heb ik hier nou bij. Ja. Om een heel simpel voorbeeldje. De toenmalige directeur van Bavaria was Peter Swinkels. Die had gestudeerd in Groningen. En Le Havre en Eemshaven kwamen ongeveer gelijk uit. En toen zei Peter Swinkels, die zei letterlijk, wat leuk nou, ik heb in Groningen gestudeerd. Als we dan toch een criterium moeten bedenken om te kiezen, kiezen we het feit dat ik me in Groningen altijd perfect thuis heb gevoeld. We gaan naar Groningen. Gekozen op gevoel. We gaan even. Je hebt er ook geen spijt van, dacht ik. Nee. Bij, hè? Nee. En Pauw, dat is ook een hele ontwikkeling natuurlijk. Ja. Pauw heeft nou ook heel veel werk in Groningen aan de Rondweg bijvoorbeeld. Ja. Ja. De moutfabriek is inmiddels verdubbeld. Nee, die maakt een 500.000 ton. Nu na zoveel jaar de juiste keuze gemaakt. Jongens, ja, maar ook als omdat we ons ook manifesteren wil naar zijn agrarische provincie. Precies, zo past het natuurlijk naadloos in. Past het naadloos in, inderdaad. We gaan nog even verder terug in de tijd, namelijk het begin van de Eemshaven. Dat was eigenlijk het eerste bedrijf wat zich er eigenlijk vestigde. Dat was rederij AG Ems. Rederij verzorgde namelijk een veerdienst naar het Duitse Warreneiland Borkum. En ook de zogenoemde, wel eens met wees jongens, boetervaten. Ja.
Ja, oké, okay, boerenvaten. Nee, ja, daar kon je, nee, daar kon je namelijk belastingvrij inkomen. Dat was heel mooi. En je kon ook geweldig een borrel drinken. Nooit Elke Nine kwam nuchter weer over. Jans Blok was directeur van AGM's in dat prille begin. Ik ben begonnen in april 1976. Tot aan, zeg maar, 2005. In de beginjaren werden er enkele honderden passagiers per jaar naar Borkum gebracht. Nu zijn dat er vele duizenden. Behalve aan de veerdienst bood de rederij ook ruimte aan de zogeheten boetervaarten. Waarmee je op volle zee belastingvrije inkopen kon doen. Zo zag het eruit. Je ziet op de brug al die mensen wat staan. Die gingen dus aan boord. Hier lag die brug op. En daar buiten lag een pontonnetje en daar lagen de schepen aan. En hier ging de trap zo naar boven, naar de weg toe, over de dijk heen. Pionieren. Als ik hier 's morgens kwam, dan ging ik eerst de keutels van de schapen, niet van de trap afvegen, dat de passagiers schone voeten kregen. En 's winters dan sneeuwruimen hier op de dijk. Daar hoorde er allemaal bij destijds. Eenzaam, ja, ik had maar heel veel konijnen. Ik had onder mijn Jarinoketje, mijn kantoortje hier over de dijk, hele nesten vol allemaal konijnen. Jans Blok ziet van dichtbij dat het nog tot de eeuwwisseling duurt voordat het echt begint te bruisen in de Eemshaven. Het duurde heel lang en eigenlijk te lang. Maar wat er nu staat, dat is geweldig. Ja, aldus Jans Blok, en dat is mooi. En Jan die zegt van, ja, geweldig. Ja. Nou, kijk, wat ik net al zei, ik vind het geen probleem wat het allemaal nu weer in de Eemshaven zit. Maar die nieuwe plannen die ze nu willen hebben, ja. dat er nog weer een nieuwe datacentrum... Waarom zou je dat willen, überhaupt nog, in de provincie Groningen? Omdat het wellicht, ik weet niet, werkgelegenheid oplevert? Nou, dus precies, ik geloof niet dat dat nou zo heel veel werkgelegenheid nee, oplevert. Nee, inderdaad. Maar het moet wel buiten dat, moet natuurlijk ook, waar moet de energie vandaan komen? Dus ja. dat zou inhouden dat er nog meer windmolens... Waar zouden jullie baat bij hebben als inwoners van Oudenschip? Dat die polder gewoon open blijft. Ik denk dat het nu veel handiger zou zijn om eens te kijken of er niet op andere locaties, zoals in Delfzijl bijvoorbeeld, waar nog heel veel braakliggend terrein ligt. Laten we daar eerst eens even naar gaan onderzoeken of het daar mogelijk is om daar uitbreiding te doen. In plaats van een polder die nu als buffer dient voor de Eemshaven en het dorp Oudenschip. Ja. Nou, het kan niet zo zijn dat het een positieve gaat worden voor het dorp. Megadatacenter geef je al aan. Google is daar gekomen, Harm. AGM's, Pauw, je noemde net ook een aantal bedrijven. Dat gaat niet zomaar, maar dan moet je ook zorgen met de natuur dat alles ook met vergunningen, dat alles voor elkaar gaat komen. Was dat lastig of ging dat... Nee, dat was behoorlijk lastig. Omdat we eigenlijk... die hele natuurwetgeving die kwam toen pas een beetje op gang. Net toen de Eemshaven op gang kwam. Ja. En wat we toen gelijk gedaan hebben... Hij was vanmiddag ook... Siegbert van der Velde was vanmiddag ook aanwezig. En met Siegbert van der Velde en zijn collega's bij de Waddenvereniging... hebben we toen afspraken kunnen maken... voor een totale compensatie voor de hele Eemshaven. Terwijl we nog niet wisten wat nou precies waar zou komen. Dus we hebben een inventarisatie gedaan van alle natuur die er in de Eemshaven was, ontstaan, doordat het zo lang braak had gelegen. En we hebben vervolgens bijna 20 miljoen euro geïnvesteerd in natuurcompensatie buiten de Eemshaven. Onder andere de Ruithoorn, mooi natuurgebied geworden, is aangelegd met dat geld uit die pot van 20 miljoen. En daarmee hadden we dus aan de voorkant een akkoord gesloten met de natuur- en milieuorganisaties. Zodat ook vergunningsprocedures vervolgens veel soepeler verliepen. En iedereen riep 20 miljoen. En ik heb altijd gezegd, hoezo geen 20 miljoen in natuur? Moet je eens kijken wat er aan miljarden in de economie gestopt wordt. Dan mag je toch ook wel 20 miljoen voor de natuur doen? Nou ja, dat zou bijvoorbeeld als er nou... Hè, stel voor dat het wel doorgaat, want die plannen zijn er natuurlijk om in die Oostpolder... Maar... Als het nou in eerste instantie het geld wat nu nog niet beschikbaar is... eerst eens zorgen dat er een goede buffer komt, een goede groenzone... voordat er überhaupt ook maar gesproken gaat worden over het bouwen van een of andere... Je zou haast denken dat dit onderhandeld wordt, alleen meneer Links... Ja, ik ben het er wel mee eens trouwens. Ja, nou ja, wij mogen dan meedenken, maar ik heb het idee dat er gewoon al dingen al vanaf nu al vast liggen. Dat er
dat er spreekstafels zijn. Maar dat, een van de grootste pijnpunten voor jullie als inwoners van Ja, nou ja, ja, dat is wel waar, ja. Je noemde net al even windmolens. We gaan even naar die andere molen die daar natuurlijk ook staat. En dan hebben we natuurlijk automatisch ook over IDA, de norm wordt hier al naam. Je hebt over poldermolen De Goliath. Al 36 jaar lang wordt het bestuurd door IDA Wieringa. Zij zag de Eemsholm groeien van niks tot nou. Eén klein stukje nog. Hij doet. IDA Wieringa, inmiddels 75, krijgt hulp van molenaars uit de buurt. Bij de koffie komen vanzelf de verhalen over de jarige Eemshaven. We gingen daar ook altijd heen, gewoon die ontwikkelingen meemaken. Ja. Want iedere keer als je er weer kwam... Was het weer anders. Was het weer anders. Ja. En dan reden we gewoon door die zandpaden heen. We zaten er ook wel eens vast, maar dat was dan was er wel weer iemand die je lost erop. Ja. Juliana. Daar begon een beetje mee. Ja. En dat was echt pionierschap, ook voor bedrijven. En er zijn ook bedrijven finaal op gesneuveld. Levendige herinneringen hebben ze alle twee aan de boetervaarten. Belastingvrij inkopen doen op zee. Boetervaart, daar kon je een kokje entreekaart. En dan kreeg je een fles jenever, kreeg je gratis mee. Familie van mij en ook heel veel uit onze kennissen kreeg. En die gingen 's morgens mee en die gingen 's middags mee. En als er 's avonds nog een boottocht was, die hadden gewoon een drankenhandel op slaapkamer staan. Het kon heel gezellig zijn, maar het ontaarde later in een beetje een toestand. Overmatig alcoholgebruik, binnen de warmte, buiten de kou. Dus alle mensen een beetje zwak hart, die vielen om en dat was gebeurd. De inmiddels florerende Eemshaven vervult beide met trots. Als je nu op die N46 rijdt, dan is het grootste gedeelte gaat allemaal hier naar de Eemshaven. Dat is het bewijs, denk ik, dat veel mensen hier hun brood verdienen. We zijn er beter van geworden. De wegen, de hele infrastructuur is opgeknapt. En we hebben een treinverbinding, net als in Hoek van Holland, tot aan het strand. Ja, alles. Alleen nog net geen halte. Molen Goliath, dat had ze graag willen. Ja, dat is met een bord gestaan. Wie hebt het over de Eemshaven? Wie gewoon door de Eemshaven? Joyce, ik heb hier nou proot met een man die 16 jaar directeur West was. Toen stond bij de man die het stokje overnam, hè? Cas Keunig. Ja, dat klopt, Marcel. In 2017 was dat. Cas Keunig is toen directeur geworden van Groningen Seaports. We zijn hier speciaal, Cas, voor u naartoe gevaren. Want dit is een bijzondere plek, hè? Ja, ik vind dit een hele mooie plek in de Eemshaven. Want hier heb je eigenlijk in één oogblik... zie je alle vormen van energie tegelijkertijd. Hè. Je hebt hier een kolencentrale, twee gascentrales. Je hebt de windturbines. Je hebt een kabel naar Noorwegen, een kabel naar Denemarken. In één oogopslag, alles. Dit is waar u trots op bent? Ja, er zijn wel meer dingen waar ik trots op ben, hoor. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dit is zeker zo'n punt waarvan ik altijd zeg, als ik mensen hier rondleid, kijk nou eens om je heen. Hier zie je de energietransitie voor je ogen gebeuren. Ja, in 2017 bent u directeur geworden. Best een ingewikkelde periode. Stikstofcrisis kwam eraan. Hoe kijkt u nu naar de toekomst? Nou, we zijn optimistisch over de toekomst. Stikstof is voor ons een iets minder groot probleem geworden. Dus dat is heel fijn. Maar sowieso met alle mogelijkheden die we hebben. We hebben nog wat ruimte. We hebben waterstof als toekomstmuziek. Dus ja, ik kijk eigenlijk wel heel optimistisch naar de toekomst. We hebben heel veel bedrijven die zich graag willen vestigen bij ons in het gebied. Dus een mooie toekomst voor Groningen Seaports. Ja. Ik zag daar net nog schapen op de dijk. Zijn die daar over 50 jaar nog? Ja, zeker. Die hebben we heel hard nodig om die dijk te onderhouden. Dus die zijn er dan ook nog wel. Ja. Maar ja, het is wel zo dat we komen natuurlijk met al die activiteiten dichter bij de mensen, dichter bij de bebouwing, dichter bij de bewoners. Daar gaan we wel meer aandacht aan besteden. Om ons verhaal beter te vertellen, om uit te leggen waarom we het doen, waarom we het nodig hebben als Nederland, als inwoners, voor onze welvaart. Hebben we wel een aantal dingen nodig. En daar zijn de ontwikkelingen in de haven er één van. We hebben het over de toekomst. We gaan even naar de nabije toekomst. Zaterdag namelijk een grote open dag.
Publiek is welkom. Even een hoogtepuntje. Wat is heel leuk om te zien? Nou ja, alle bedrijven doen bijna mee in de Eemshaven. Dat is natuurlijk superleuk. Je kunt bij rondritten maken op bedrijfsterreinen. Er zijn mensen die uitleg geven wat ze hier doen. Of het nou over bierbrouwen gaat of energie maken. Maar er zijn ook rondvaarten. Dus je kunt je intekenen op onze website eemshaven50jaar.nl. Dan zijn er een paar plekken vrij. Dan kun je meevaren op een boot. En dan wordt er uitleg gegeven op die boot wat je daar dan zoal ziet. Ja, superleuk. En het wordt mooi weer. Dus wij verwachten heel veel mensen. Ja. Nou Marcel, als je dus hier allemaal een keer goed wilt zien in de Eemshaven, dus ook op plekken wilt komen waar je met de auto niet kunt komen, dan kun je dus aankomende zaterdag naar de open dag. Heel goed, en het was lekker weer, had ik begrepen. Wil je nou nog meer video's zien van RTV Noord? Abonneer je dan hier en vervolgens kun je de video's dan aan deze kant weer kijken. Veel succes, mooi.